Jeppe en Jantine zijn dit jaar absoluut een van de populairste koppels op Married at First Sight. Vooral in de vorige aflevering van de show was het publiek enorm enthousiast en werd er eindeloos gelachen met dit koppel. De huwelijksreis van Jantine en Jeppe is voorbij. De periode van samenwonen is aangebroken, Jantine bezoekt haar man om zijn dagelijkse leven beter te begrijpen. Hoe lief Jeppe ook was, hij nam haar voor zijn 30ste verjaardag mee uit eten in Hengelo. Ze bezoeken zijn favoriete restaurant waar je sushi kunt eten. Maar toen leek er een probleem te zijn, Jantine kon helemaal geen eetstokjes gebruiken, dus besloot ze haar sushi te snijden. Terwijl ze aan tafel zit, is het duidelijk dat Jantine normaal gesproken niet met stokjes eet. Jeppe, die hierin meer ervaring heeft, besluit zijn nieuwe vrouw een lesje te leren. Dit gaat niet werken, zei Jantine meteen na een paar pogingen. Heb jij ook een mes en een vork? Ze heeft nog nooit met stokjes gegeten, vroeg Jeppe aan de ober om Jantine te helpen. Toen het eten geserveerd werd, besloot ze het nog eens te proberen, maar als dat te veel problemen opleverde, stapte ze over op gewoon bestek. Dat geldt voor de bijgerechten, maar dan is er ook nog de sushi. Je zou denken, dan steekt ze die vork er wel in. Jantine besloot toch haar sushi aan te snijden. Haar man, Jeppe, was net zo verrast als wij. Ben je sushi aan het snijden? Hij vroeg haar. Ze barsten allebei in lachen uit. Ze hadden het tenminste leuk samen. Beelden uit de sportschool zijn ook vooral goed voor kijkers. Jantine wees erop dat samen sporten voor haar niet nodig is. Die beelden zorgen echter nog steeds voor een gevoel van plezier. Het is een leuk stel. Die opmerking van Jantine in de sportschool was zo schattig. Het was geweldig om naar te kijken, hardop lachend om deze scènes en haar opmerkingen. Ik vind Jantine een geweldig mens, Jeppe kan in haar hand knijpen. Jeppe wil indruk maken op Jantine. Zijn dikke